De derde etappe in de Frisian Solar Challenge, onofficieel de World Cup voor Solar Powered Boats, startte donderdagochtend in Bolsward. De etappe ging naar Franeker. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. De derde etappe in de Frisian Solar Challenge ging vandaag van start vanaf het kruiswater in Bolsward. Meer dan 40 boten gingen op weg voor de kronkelige route Bolsward-Harlingen, om vanaf daar richting Franeker te gaan. Van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pest... Emmo van Duinen is een van de bouwers en schippers op de zonneboot van het mannencollege uit Bolsward. Aan hem de vraag hoe het is om mee te doen aan zo'n zonnebootrace. Ja, hartstikke leuk. Je krijgt kansen die je anders nooit had kunnen krijgen. We hebben al heel veel lol gehad. De camping is altijd heel gezellig. Het is ook een uitdaging natuurlijk met relatief klein budget en toch een functionele boot te bouwen waar je ook wat concurrentie mee kan opbouwen met andere teams. Ja, hoe snel is de maximum snelheid van de boot? We hebben er tegen de 70 km per uur mee gevaren. 60,9 ongeveer. En hoe is het dan als je met zo'n toch wel speciale boot door de grachten gaat en over de meren? Ja, dat was de eerste keer echt wel bijzonder. Vooral toen we toch achterkwamen dat hij best wel snel kon. Sneller dan we hadden verwacht. En over de meer dan krijg je natuurlijk wat water over je heen. En dan is het ook wel leuk. Hey, en wat wordt jouw vervolgstudie? Ga je iets in deze techniek doen? Ja, ik ga naar Leeuwarden op de NAL elektrotechniek volgen. Dus dan is het een heel mooi project. Ja, zeker. Het is echt een kans voor mij. Ja. Wouter Priester, we staan bij jullie boot van het mannencollege. Ja. Vertel, wat zijn de bijzonderheden van deze boot? Om te beginnen is het een B-klasse boot. Dat wil zeggen dat we twee personen erin varen. Dat we dus 6 zonnepanelen hebben gekregen van de organisatie. Het bijzondere is dat we met een beperkt budget toch een behoorlijk knappe boot hebben weten te produceren. Denk ik. Tenminste, want ik vind dat we mooi meedoen. We hebben afgelopen zondag hebben we de sprintwedstrijd gewonnen. Dat was voor onszelf ook een enorme verrassing. Maar een hele leuke opsteker voor de jongens. En maandag kwamen we op de derde plaats in Slotenaar. Ja, dinsdag hebben we pech gehad met wat water in de accubak. Maar verder gaat het allemaal voorspoedig. Al na een uur kwamen de eerste boten aan in Harlingen, waar ze muzikaal werden verwelkomd. Om 3 uur was er een herstart en de zonneboten zetten over het Van Haringsmakanaal koers naar Franeker. De zonnebootrace, ook wel de Formule 1 van het elektrisch varen genoemd, wordt voor de derde keer georganiseerd. De deelnemers komen uit binnen- en buitenland. Zaterdag komen de boten weer aan in Leeuwarden. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt en terras. Ze zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Als de zon schijnt.